Nieuws en actualiteiten uit uw eigen omgeving. Force Totaal. Ja, ik zou zeggen welkom Forst, bij Force Totaal, een nieuwe in dit laatste segment van het jaar, zullen we maar zeggen. Mijn co-presentator Ralf Tip is er ook. Ralf, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het bevallen? Want het was erg slecht om hierheen te komen vanmiddag. Ja, het is echt herfstweer. Ja. Niet verwacht, maar... Nee, oké. Okay. We hebben drie gasten, Kaylee, Eva en Ludolf. En er is een onderwerp aangedragen. Daar zijn wij niet zo van op de hoogte, Ralf en ik, maar jullie wel. En dat heet Coworking Space. Nou, ik kijk Eva aan en zeg, ik wil onmiddellijk weten, wat is dat? Dat is een ruimte waar je als ondernemer, in mijn geval doel ik op de creatieve ondernemers, een plek kan huren waar je kan gaan zitten werken, maar dat je wel binnen een community valt. Ja. Dus je gaat niet koud op een flexplek zitten met iedere keer andere mensen om je heen. Het is wel de bedoeling dat daar een groep ontstaat van vaste medewerkers. Een groep van vaste medewerkers. Is het een onderneming dan? Of zit je daar op je eentje met anderen die je zo nu en dan kunnen bijstaan? Ja, je huurt daar een stoel aan een bureau. Ik ga de microfoon even die kant op. Oh. Je huurt op basis van een abonnement een stoel en een bureau. En daar kun je dus of één keer in de week of onbeperkt 5 dagen in de week komen werken aan jouw eigen bedrijf. Samen met andere ondernemers die ook aan hun eigen bedrijf werken. En de bedoeling is dat je met elkaar kan sparren, kan netwerken, om advies kan vragen. Dus eigenlijk het koffieapparaatgesprek kan voeren zonder dat je daar zelf bij een bedrijf voor moet werken. Ja, als ik dat zo hoor, wat je allemaal kunt, dan zal het wel een vermogen kosten om daar aan te schuiven. Nee, het moet juist heel erg betaalbaar zijn voor de ondernemer. Voor €119 kun je al 1 dag in de week komen werken, per maand is dat. En voor €2,69 kun je dan 5 dagen per week komen werken. Inclusief koffie en thee en wat lekkers en fruit en heel veel gezelligheid. En netwerkontbijtjes en de borrel en de eventuele barbecue in de zomer. Hoe ben je op het idee gekomen? Ik miste het zelf heel erg in de buurt. Ik zit veel in de Randstad en ik kom zelf uit Tilburg. En daar heb je echt allemaal van die super hippe spots om te gaan zitten werken. En van die communities waar heel veel leuke dingen worden georganiseerd. En dat heb je hier niet. Dus toen dacht ik van, nou ja, dan moet ik het zelf maar gaan opzetten. Waar ben je dan in zo'n saaie dorp als Twello komen wonen? Ik woon in Forst. Dat is misschien nog saaier. Hoe hip is Forst dan? Is dit wat voor Forst? Ja, dit is zeker wat voor Forst. Want als ik het al heb, dan zal ik zeker niet de enige zijn. Maar zijn er veel creatieve ondernemers of ondernemers in het creatieve segment? Ja, zeker. Er zit er hier sowieso in ieder geval eentje aan tafel. Er staan hier nog wat om ons heen. Mijn eigen partner is er ook al één. Dus ik denk juist dat daar de markt in zit. Dus dat er wel heel veel mensen zijn, maar omdat het er niet is, zitten ze of vanuit huis te werken of gaan ze naar wat algemenere ruimtes. En ik vind ook dat je hier in Twello niet echt een gezellig koffietentje hebt waar je kan gaan zitten werken. Waar overigens tegenwoordig de ondernemer ook al wordt geweerd, omdat ze wel heel veel ruimte in beslag nemen en heel weinig afnemen. Dus ik dacht, dit is wel het moment. En Forst ligt wat dat betreft heel centraal. Waar zitten jullie in Forst? Aan de Rijksstraatweg. Dus tegenover de nieuwe supermarkt in de oude Boerenleenbank. Ludolf, als jij dat zo hoort, vind je dat dan niet een beetje jammer dat Twello zo laat instapt? Nou, ik vind juist een hele goede zaak dat Twello instapt eigenlijk. Leg uit. Ja, nou ja, ik vind het een goed concept. En als Twello een van de eerste is of zo, dan schuif ik wel aan eigenlijk. Ja. Klinkt wel enthousiast. Want wat zie jij voor kansen daar? Sparren met andere ondernemers, ideeën uitwisselen. En dan heb ik het juist eigenlijk over iemand die niet uit dezelfde branche komt als ik. Misschien heeft hij wel andere ideeën erover. Even over jouw branche. Jouw branche is? Landgoedbeheer. Landgoedbeheer? Ja, ja, hele speciale. Ja, ik wou zeggen, maar dan moet je toch op het landgoed zitten? Nou, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Ik had het net met iemand hier uit de groep over een verdienmodel. Nou, als je daarmee komt, dan is het zakelijk aspect meteen nummer 1. En dan, dan is er kans dat iemand iets inbrengt waar ik nog niet heb aan gedacht. Of dat ik iets aan iemand anders geef waar hij ook niet aan gedacht heeft. En dat is bijvoorbeeld zoiets van... Als je met verschillende ondernemers aan tafel zit, dan heb je die kans veel meer dan volgens mij als je met allemaal dezelfde zit. Dus je hebt gewoon behoefte om even uit te breken. Ja. 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 Eva, als jij dat zo hoort. Ja, Kaylee. Ja, Kaylee, ja, ik word super enthousiast van. Ik volg haar al een tijdje op social media. En ik heb al gezegd dat ik zeker even langs wil komen om even te kijken of het wat voor mij is. Want ik zoek, of tenminste,
Ik werk nu nog vanuit huis. Aan de keukentafel, zoals het heet? Nee, ja, bijna, ja. Nee, ik heb een kantoor thuis. Alleen merk ik gewoon dat het heel gevaarlijk is om thuis te werken. Wat is daar zo gevaarlijk aan dan? Ja, het is heel verleidelijk om even die wasmachine uit te pakken. Even een wasje te draaien. Even goede tijden kijken. Dat soort dingen. Maar wat doe jij, als ik vraag mag? Ik wil graag vormgeven. Ja, dat is meteen in dezelfde soort. Hè? Jij zoekt toch de creatieve sector? Ja, maar zeker ook wat meneer zegt. Ik denk dat je kan elkaar aanvullen. Als je elkaar aanvult en een beetje dezelfde mindset hebt, dat je wel bij elkaar past, dan is het alleen maar een win-win situatie. Want landgoedbeheer en de grafische sector? Rudolf? Ja. Nou, ik zie daar wel mogelijkheden. Ik wil nadenken. Nou, wat ik zei, het zakelijk aspect. Het zakelijke aspect. Je wilt allebei geld verdienen. Stel, u komt in aanraking met iemand en daar raakt u mee aan de praat. En die vertelt op een gegeven moment dat hij zelf met iets bezig is. En dat hij ook moet nog visitekaartjes hebben. Of, ik ben bezig met een website, maar ik weet niet hoe. Of, ik wil een folder uitbrengen, maar ik weet niet hoe. Maar dan zegt u, maar Kylie werkt bij mij. Die kan wel wat moois voor je maken. Is dat zo, Kylie? Dat is zeker zo. Wat is jouw specialiteit dan als grafisch vormgever? Ik vind het juist heel leuk om de wat kleinere bedrijven vooral te helpen met het opzetten van niet alleen simpel een keer een logo of een huisstijl wat erbij komt kijken, maar echt het totaalplaatje. Dus, het totaalplaatje. Ik word altijd wat schichtig van dat soort... Bijvoorbeeld een klant van mij hier, die zit ook in de Marktstraat, die schoonheidssalon. Ik doe voor haar van stoelborden die buiten staan tot de belettering van haar ramen, tot folders, social media, alles. Kortom, jullie zijn echte vriendinnen geworden langzamerhand. Eigenlijk wel, maar het is wel een hele, hele leuke samenwerking en daar krijg ik energie van. Daar gaan we het wel verder over hebben. We gaan eerst luisteren naar muziek en ik weet niet wat Ben heeft voorgezet. Het zal wel ongetwijfeld weer heel vreselijk zijn. Crashing around the house like bandits all day. You can't get into too much trouble. Nothing's gonna stop me from loving you all. Armin van Buren, het is inmiddels 5:08 en we hebben 3 nieuwe gasten aan tafel. Lijkt mij, Chris, dat we ze gewoon zichzelf even laten voorstellen. Dat lijkt me heel goed. We beginnen altijd bij vrouwen, hè? Dus ik begin even aan mijn rechterhand. Hallo, ik ben Ingrid ten Haven. Ik ben eigenares van het bedrijf Exposing. En wat doet Exposing? Exposing is een bedrijf wat is ontstaan uit 2 passies van mij. Het gaat over het schilderen. Ik schilder, ik ben kunstenares en ik ben ervaringsdeskundige bij eetstoornissen. Oké. En combineer je dat dan? Ja, ook. Oh. Nou, dat wil ik zo heel graag meer over weten. Jouw buurvrouw? Ik ben Eve Polma. Ik heb een eigen taalschool stapsgewijs. En ik geef dus les aan buitenlands om Nederlands te leren. Leuk. John Halskamp, woonachtig in Twello. Eigenaar van de Metaalkrachtig Training en Coaching. Ik coach en train mensen op gebied van stressreductie, vitaliteit en wat mentale vaardigheden. Nou, ik kan me niet voorstellen dat jij zonder werk zit op dit moment. Nee, ik pas van het werk. Ja. Hoe komt dat? Ja, omdat het natuurlijk als het gaat om een stukje personal coaching en training, leefstijl, dat is een hot item. En er komt gewoon steeds meer vraag naar. En mensen zijn echt op zoek naar wat vernieuwing en zeker zaken waar dingen gecombineerd kunnen worden. Zijn wij te gestrest met elkaar op het moment?
Ik durf niet te zeggen dat mensen te veel gestrest zijn, maar ik durf wel te zeggen dat mensen slecht voor zichzelf zorgen. En klopt het dat het ook dat degenen die daarmee komen steeds jonger zijn? Ja, klopt. Ja, absoluut. Ja, daar waren het eerder met name mensen midden, eind 40, begin 50 waren ze hier. Mijn nu leeftijd, al, ja. Ja, onze leeftijd, ja, dat kunnen we gerust zeggen. Maar dat je nu tegenwoordig al scholieren ziet van 13, 14, 15 jaar die echt gewoon super gestrest zijn. Maar echt, want kijk, mijn oudste dochter, daar krijg ik ook appjes van. Ik ben totaal gestrest. Nou, dan heeft ze een 5,6 voor een toets en dan is ze totaal gestrest. Maar goed, dat is natuurlijk andere stress dan waar ze mee bij jou komen, neem ik aan. Het kan ook gaan om cijfers, maar... Ja, het kan ook om hele andere zaken gaan. Het niet meer bol kunnen werken. Zeker deze tijd bij jongeren. Ja, de tijd is snel. Je moet heel veel. Je moet presteren. Je moet dit, je moet dat. En ze moeten ook heel veel van zichzelf. En Eve, kunnen ze daar een beetje mee omgaan? Ik bedoel, je moet heel veel. En dan moet je ook nog heel veel communiceren. En ik heb wel eens gemerkt dat de Nederlandse jeugd... een beetje een wonderlijke taalgebruik erop nahoudt. Ja, ik werk op dit moment natuurlijk met volwassenen. Maar ik ben ook wiskundedocent geweest altijd. Dus ik heb ook in het middelbaar onderwijs gewerkt. En? En daar merk je ook inderdaad best wel de stressfactor. Ja? Van veel huiswerk, veel moeten doen. Veel sporten daarnaast, topsport soms daarnaast. Ja. Maar, jij zei net, ik ben aan buitenlandse mensen Nederlands aan het leren. Ja. Ik neem aan dat daar heel veel, daar zijn bijvoorbeeld vluchtelingen bij. Daar ga je maar vanuit hoor, is dat zo? Ja, dat is absoluut zo. Als je nou hebt over mensen met stress. Ja, dat is absoluut zo. En dat merk je ook tijdens de lessen. En je probeert ze dan gewoon heel rustig te benaderen. En als ze wat hebben, we praten niet echt over de stressonderwerpen zelf. Maar het komt wel naar voren en... Ja, je geeft ze wel de rust en vertrouwen gewoon van wees jezelf. Je moet wel weten hoe je ermee omgaat. Ja. Hè? Ik bedoel, ja. Hoe blijf jij daar zelf onder, Eve? Onder al die spanning van die mensen? Ik blijf zelf over het algemeen dan heel rustig. Ik reageer rustig op wat ze zeggen en ik laat de mensen praten. Ik heb geen oordeel. Is dat niet lastig? Het is een beetje ook een training die je gehad hebt. Mm-hmm. Goed, stress, daar krijg je ook eetstoornissen van. Ik maak even een bruggetje naar jou. Dat is wel heel... je probeert wat. Nee, dat is mooi. Een eetstoornis is echt een vorm van een verslaving. En, pardon? Ja, zeker waar. En ook dat zie je al op zeer jonge leeftijd ontstaan. En dan spreek je al over een leeftijd van 9 jaar waarbij dat voor kan komen. Een verslaving. En dat is best heftig. Wat voor soort verslaving dan? Een eetverslaving. Oké. Het gaat erom dat er altijd een oorzaak is. Wat een trauma is, pijn. Denk aan bijvoorbeeld trauma aan een ouder verloren. Een slechte relatie met de ouder, met de moeder. Seksueel misbruik. Er is ergens iets gebeurd in het leven wat je niet wil voelen. En dat kan zich uiten in een drankverslaving. Je gaat je pijn verdoven met drugs. Maar het kan ook zich vormgeven in controle over eten. Want daar heb je dan controle over. En je zegt dat kan al op 9-jarige leeftijd. Maar waar moet ik dan aan denken? Als ik... Want dat zal geen drankverslaving zijn. Maar is dan heel veel eten? Of... Nee, juist bij bijvoorbeeld anorexia. Als je anorexia even neemt. Dat is wel een meest voorkomende eetstoornis. Ja. Dan ga je controle zoeken over je gewicht. En de triggers zijn vaak opmerkingen van buitenaf. Want een eetstoornis ontwikkelt zich geleidelijk. Het sluipt erin. Je hebt dat niet gelijk door. Want iemand gaat wat afvallen en krijgt een complimentje. Goh, wat ziet je er goed uit. En je denkt, hey. Of, weeg jij wel 40 kilo? Zo. Dat soort opmerkingen. Of als jij springt op die trampoline, dan veert hij behoorlijk door. Dat zijn opmerkingen die gewoon bij een kind erg kunnen blijven hangen als er al een probleem is. En een eetstoornis treft ook vaak meiden, of jongens ook, die echt hooggevoelig zijn. Dus daar zetten opmerkingen zich ook sneller vast. En daarom zoeken ze dan hun veiligheid in hun eigen wereldje, in hun eigen hoofd. Waardoor zich een stem ontwikkelt die hun complimenten geeft als ze afvallen. Is dat een typisch iets van deze tijd of is het van alle tijden? Van alle tijden en ook van alle leeftijden. Maar omdat het nu de druk toeneemt in de omgeving van presteren. Ouders verwachten veel meer van kinderen. Ze willen toch graag dat ze naar een hogere opleiding gaan. Dat ze goed zijn op de hockey. Dat ze veel vrienden hebben. Dat ze
ja, noem maar op. Dus die druk wordt ook groter. De social media doen er ontzettend aan mee natuurlijk. Ja. Je moet constant foto's van jezelf maken. Ja, en, ja ook ja. dat. Dat moet jij niet doen nogal. Nee, dat moet ik zeker niet te veel. Ik heb, dat word ik altijd gezegd, ik heb een radiohoofd. Nou, dat vind ik, dat kunnen we elkaar de hand schudden. Ja. Maar jij zei in het begin van het gesprek dat je dat combineert met kunst. Ja. En dat vind ik wel heel interessant. Hoe doe je dat dan? Want kunst is ook voor mij emotie. En een eetstoornis gaat ook over emotie. Je zet emotie vast waar je niet bij wil komen. En in kunst kan ik het weer leggen, mijn eigen emotie bijvoorbeeld, in het schilderen, in een doek. Zo kan ik een bepaald trauma kan je verwerken door een kwast te pakken. En dat kan ik inzetten in mijn therapie, maar dat moet wel bij iemand passen. Dat, je kunt niet zomaar bij iedereen dat inzetten. Als je het nou hebt over deze netwerkbijeenkomst, dit is een uitstekende, want dit is ook een soort van coaching. Toch? Ja, ja, absoluut. Ja, ik zie wel, ik voel hier een samenwerking aankomen. Ja, toch? Ik ook. Ja, het is een andere vorm van coaching. Ja. Ik denk ook in mijn rol als coach, ik kijk en luister heel goed naar mijn klanten. En soms moet je ook gewoon durven te zeggen van, je bent bij mij niet op je plek. Ja. Als je ga schilderen. Nee, dat is heel flauw, maar... Ja, nee, maar goed. Juist om dit soort bijeenkomsten waar je mensen tegenkomt die ook in coachingsvak zitten, alleen in een hele andere richting. Ja. Dus als je dat soort vragen krijgt, kun je wel zeggen van, nou, ja, bij mij ben je niet op de goede plek. Ik heb daar de kennis niet voor. Ja. Ga daar naartoe. Ik weet zeker dat je daar goed geholpen kunt worden. Ja. En even herkenbaar. Want ik zit ook te denken van inderdaad, heel veel vluchtelingen hebben heel veel frustraties. Dat merk je niet in eerste instantie. Maar het wennen aan Nederland, dat kan wel 8 jaar duren voordat je eraan gewend bent. En ik kan me voorstellen dat inderdaad door schilderen, dat ze dan wat meer hun frustraties kwijt kunnen. Want het is gewoon heel lastig. We hebben een heel andere cultuur. En je moet hier aan allerlei regeltjes voldoen. En ze hebben daar een volledige baan gehad. En hier moeten ze weer jaren studeren voordat ze weer hun oude werk op kunnen pakken. Dat is gewoon heel, heel zwaar. Daar gaan we zo over verder. Maar dan in informele zin. Ik vraag Ben om de muziek op te zetten. En ik kijk iedereen aan en zeg, volgens mij is deze sessie ten einde ten... Zij onze vriend Ralf? Nee, prima. Nee, ja. Ik ben heel benieuwd naar de volgende plaat van Ben. She don't care.